In West-Vlaanderen zouden we zeggen, u staat voor een bescheten commissie. We bedoelen daar eigenlijk mee dat het een zeer ondankbare job is die u te wachten staat. Ten eerste, dat SWT-statuut is al hervormd vanuit het brugpensioen. Maar het blijft nog altijd een mission impossible om die mensen te overtuigen om te gaan werken. En je kunt die mensen dat ook absoluut niet kwalijk nemen. De financiële trigger is zodanig laag om dat te doen. Als je ziet dat het resultaat weinig of niks is, omdat de mensen niet gemotiveerd zouden zijn, dan is de vraag of dat we daar gemeenschapsmiddelen moeten aan besteden nog eens, om die mensen te activeren terwijl ze eigenlijk niet gemotiveerd zijn om geactiveerd te worden. Collega Botuinen. Ja, dank u wel, minister. Ik zie hier geen mission impossible. Ik zie hier mogelijkheden en opportuniteiten. Dit is dus geen bescheten commissie. Dit is een uitdaging en tegelijk ook een opportuniteit. Dus als we daar snel op de bal spelen, zit hier wel degelijk talent die we kunnen benutten in Vlaanderen.